We return to another session of Ask the Rabbis because we have some unfinished business that we still need to attend to. We keren nog terug naar een aantal vragen die open zijn gebleven en waar we nog steeds graag op in willen gaan. So given that in our last session of Ask the Rabbis, we began discussing relating God's word to his world, applying God's words in the Bible, in the Torah, to life. We continue on that note again today. De afgelopen keer hebben we in Vraag de Rabbijnen hebben we het gehad over Gods woord en hoe dat doorwerkt in Gods wereld. En daar gaan we deze keer op door. Now, one of the issues that we began to address last time, but it really is a very, very broad issue. And I don't think we're exhausting that issue with today's discussion either, is the subject of the relations between men and women. De vraag die we dit keer gaan behandelen is eigenlijk de relatie tussen man en tussen vrouw. So what we'd like to commence with right now is the next question, which pertains to that very subject. En waar we op in willen gaan is de vraag die hier over gesteld is. And let's take a look at question number one here. Vraag 1. Also on the subject of women. If men and women are created to be partners, why is there so much separation between them among religious Jews? Een andere vraag wat de rol van vrouwen betreft. Als man en vrouw geschapen zijn om als partners te functioneren, waarom zijn ze dan zo vaak gescheiden onder religieuze Joden? And of course, there are many specifics that we could discuss here, but the first is, why do men and women not sit together in traditional synagogues? We kunnen natuurlijk hier heel veel op aansnijden, maar waar we op stil willen staan is eigenlijk waarom mannen en vrouwen in traditionele synagogen gescheiden zitten. And this is undoubtedly, again, a very broad issue, because it pertains to a lot of background, but I think it's a fascinating subject to discuss, so here we go. Er is natuurlijk ook weer heel veel over te zeggen, maar laten we gewoon ergens een start mee maken. Laten we hiermee beginnen. The first point that I'll make is simply historical in this regard. Het eerste is een historisch punt. We Jews tend to put a lot of attention to the historical precedent of the way things have been done. Wij Joden hebben vaak een neiging om een historische precedent daar nadruk op te leggen. That might sometimes appear to be just being old-fashioned. Soms kan dat een beetje oudbollig zijn. But as we noted last time as well, when you are entrusted by God with his way of doing things, you don't make changes unless you're absolutely certain you're right. En dat heeft er eigenlijk ook mee te maken dat als God je toch bepaalde dingen heeft toevertrouwd, dat je toch wel heel zeker ervan wil zijn, wil je daar wijzigingen in brengen. Now there are a few subjects in which this is more relevant than in the construction of the Holy Temple in Jerusalem. En er zijn een aantal aspecten die anders zijn dan bijvoorbeeld de tempel in Jeruzalem. Because of course the construction of the first temple was under the authority of the prophets at the time of King David and King Solomon. Want de bouw van de tempel was destijds in handen van de profeten, in de tijd van David en Salomon. And likewise, the construction of the second temple was under the guidance, the authority of the last of the prophets, Haggai, Zechariah and Malachi, who were prophets at that time. En ook de bouw van de tweede tempel was onder de verantwoording en leiding van de profeten, Haggai. Haggai, Zechariah, and Malachi.
Zachariah and Malachi. That is, these are the last of the prophets, of the minor prophets. And the last prophets who were prophesying in the second temple. Dat zijn de laatste van de kleine profeten die het laatst ook hebben gesproken in de tempel. Now, in the temple. Both in the first temple, by our tradition, and in the second temple with unimpeachable historical evidence. There was a separate court for the men and a separate court for the women. Wat heel duidelijk was in de bouw van de eerste tempel en van de tweede tempel, was dat er een apart hof was voor mannen en voor vrouwen. The prophet Jeremiah speaks of synagogues as being miniature temples, and to that extent, in the synagogues likewise, just as in the holy temple, there is a separate place for men and a separate place for women. Jeremia heeft het hier ook al over, en het is eigenlijk zo dat in de synagoge er dus een aparte plaats is voor de mannen en een aparte plaats is voor de vrouwen. But since, of course, our focus is always on going back to the Bible, let's see what we can learn from the Bible itself on this subject. En als we de Bijbel er dan bij pakken, laten we dan kijken wat de Bijbel daarover op dit gebied te zeggen heeft. Now, before turning to the Bible, I feel compelled to add a short note. En als we het over de Bijbel gaan hebben, wil ik graag toch een opmerking daarover maken. That is fundamentally, this question was asked with respect to the practices of traditional Jews. En dit was namelijk, de vraag was gesteld met betrekking tot de gebruiken die religieuze Joden hebben. And of course I very well appreciate that the vast majority of you are not Jews. En waardeer ik het feit dat het de vraag wordt gesteld van mensen die niet Jood zijn. And I feel compelled to stress, as we've noted in the past, that what I'm discussing now, even as it is based upon the Bible, does not obligate anyone who is not obligated by the commandments of the Bible. En is het goed om te benadrukken dat de gebruiken die als het ware in de Bijbel staan, niet verplicht zijn voor mensen waarvoor ze niet verplicht zijn. And at the same time, I don't see this discussion as merely being one of intellectual curiosity for those who would like to know what traditional Jews think. Dit is denk ik toch niet een vraag die alleen maar wordt gesteld uit pure nieuwsgierigheid van hoe Joden denken hierover. Because as we've noted many times, the Bible has a message for everyone who believes in the Bible. Want is het zo dat de Bijbel een boodschap heeft voor iedereen die gelooft in de Bijbel? Inevitably, on this broad spectrum of, on the one hand, only Israel being obligated by the commands of the Bible, and on the other hand, all those who believe in the Bible, learning messages from the Bible, everyone needs to figure out where he or she stands. Is het zo dat, alhoewel voor Joden er een verplichting is om de geboden te houden, voor andere mensen die er de boodschap uit willen halen, daar ook de lessen in kunnen zitten? That is, I see the messages as expressed in the Bible as obligating Israel to whom these words were directly stated. Maar is het zo dat de Bijbel ten aanzien van dit onderwerp het heel specifiek tegen Joden als het ware de gebruiker verplicht heeft? I see them as a kind of challenge to everyone who believes in the Bible to figure out what you're going to make of these guidelines and how to integrate them into our lives. En ik zie het voor het feit dat als je niet Jood bent, je voor jezelf uit moet maken hoe je hiermee omgaat. So that stated. The first place to which we turn is in Exodus chapter 19, verse 15. Gaan we kijken naar Exodus 19, vers 15. I can assure you it has nothing to do with the construction of synagogues or even the construction of the temple. Dat heeft niks te maken met de instructie met betrekking tot de synagoge of de bouw van de tempel. But it does tell us something very important
at the time of the greatest, most intense revelation of God to man. Is het zo dat dit iets vertelt van de grootste openbaring die God aan de mens gaf? I'm of course referring to the revelation that took place at Mount Sinai. Het gaat dan met betrekking tot wat er gebeurde op de berg Sinai. And Moses, in instructing the people of how to ready themselves for God's revelation. En is het zo dat Mozes van de berg afkomt en het volk instrueert hoe zij zich voor moeten bereiden op de ontmoeting met God? Says to the men, be ready by the third day, do not go near a woman. Staat er ten aanzien van de man. Hij gaf de opdracht, iedereen, ik doe het even uit het boek als het niet erg is. Iedereen moet zich klaarmaken voor Gods bezoek over 2 dagen. Niemand mag seksuele omgang met zijn vrouw hebben. One could indeed argue that the instruction is given to the men because the women are more trustworthy to not go near the men. But the men need to be warned more sternly to not go near the women. Kan je hiervan zeggen van ja, dat wordt gezegd tegen de man omdat die vaak meer moeite als het ware hebben om van de vrouw af te blijven. In ieder geval daar in ieder geval een duidelijke instructie over moeten hebben. The crucial bottom line of this is that when God revealed his will and his word at Sinai, the men and the women were separate from one another. Is het wel wat je hieruit op kan maken, is dat toen God zichzelf liet zien op de berg Sinai, de man en de vrouw gescheiden werden. And indeed, in a very, very different context, we see by implication, again, men and women separate in Zechariah chapter 12, verse 12. Zien we dezezelfde scheiding, zien we later ook in Zachariah 12, vers 12. There, the subject of the words of the prophet is mourning. Now, we talked about the context of this mourning in another session of Ask the Rabbis. It was session number 10 around a year ago. We're not going to go there right now. Is het zo dat dit gaat over het rouwen, begreep ik? En is het zo dat we daar eerder ook al bij stil hebben gestaan vorig jaar? In Vraag de Rabbijnen? But indeed, the words of the verse, and I think this is what you've been reading, Roland, is, and the land shall mourn every family apart, the family of the house of David apart, and their wives apart. Staat er, het hele volk zal gaan om verdriet, koning, profeet en priester en elke gezin zal zijn verdriet alleen verwerken, mannen en vrouwen apart. The family of the house of Nathan apart and their wives apart. The family of the house of Levi apart and their wives apart. The family of Shimei apart and their wives apart. And so on. Ja, van al de stammen die je net werden genoemd, is het dus dat elke een man en elke vrouw zijn verdriet apart moet verwerken. This is in mourning. And even in mourning, when one could well expect that there wouldn't be any concern of a mingling of men and women leading to any kind of light-headedness, still and all, the men and the women remain apart. Is het zo dat je hier ziet dat je eigenlijk hier in deze context eigenlijk niet hoeft te vrezen voor lichtzinnigheid tussen mannen en vrouwen, maar dat er toch scheiding ook hier wordt aangebracht? Indeed, these words of the prophet Zechariah in our tradition are among the bases for the historical separation in the Holy Temple of the men's court and the women's court. Is het zo dat dit het punt is waarop traditionele Joden zeggen van hier is dus de historische punt als het ware gemaakt om mannen en vrouwen te scheiden? Now, all we've discussed thus far is the precedent for doing it, for making this separation. But inevitably we also have to consider why the separation. We hebben het nu gehad
over hoe de totstandkoming van deze scheiding is gegaan, maar nu gaan we ook inzoomen van waarom deze scheiding gedaan is. And inevitably, in answering this question, we need to get at the root of just what we strive to do when we stand before God in prayer. Is het van belang om na te gaan wat we nastreven in ons gebed naar God toe. Now this inevitably is a much longer discussion than we'll have right now. Dit is eigenlijk een langer punt dan de discussie die we nu hebben. If we look, for example, at Psalm 123, verse 2. Als we kijken naar Psalm 123, vers 2. Behold, as the eyes of servants look to the hand of their masters, and as the eyes of a maid to the hand of her mistress, so our eyes wait upon God our Lord, until he shall be gracious to us. Er staat er, zoals knechten wachten op het bevel van hun meester, en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres, richten wij onze ogen op de Heer, onze God, en verwachten van hem genade. So of course, the one point that's obvious in the verse is relating to the men and the women separately. Is wat je uit het vers kan halen, is dus dat hier heel duidelijk een scheiding wordt aangebracht tussen mannen en tussen vrouwen. So maybe the more important point in the verse is that we stand before God humbly as servants. We stand then before God alone, each of us. Each of us directly communing with God, not bolstered by the people who are standing on our right and on our left. Just each of us and God alone. Is het zo dat dit vers zegt dat we eigenlijk elk apart, dus individueel, naar God communiceren? God eren als het ware. En dat gaat om het individu. Elk van ons hebben dus niet een groep nodig, maar het is een persoonlijke relatie. So, on that score as well, appreciating that standing before God in prayer is not the sort of thing we do in the comfort of our family support system. On the contrary, we stand before God perforce on our own, even when we are together with others. Is het zo dat wanneer wij communiceren met God en voor God staan, dat we niet afhankelijk zijn van het gemak van met elkaar bezig zijn met God, bidden tot God, maar in gebed dus individueel benaderd worden. I'm not going to belabor this point, but just one additional verse from Psalms, Psalm 130, verse 1. Ik ga er niet te diep op in, maar om nog eventjes hierop stil te staan bij Psalm 130, vers 1. A song of ascent, out of the depths, I have cried to you, O God. Vanuit de diepte heb ik hier tot u geroepen. Out of the depths, all on my own. Uit de diepte, helemaal in mijn eentje. And as such, then, when we consider the paradigm of prayer that we learn from the Bible, there's an irony here. There's almost a tension. En als we dan kijken naar de les die de Bijbel wil geven over gebed, dan zit daar een bepaalde spanning in. We pray in the company of others. We pray then, not isolated, but rather in a community. We bidden dus niet geïsoleerd van elkaar, we bidden wel als gemeenschap. And yeah, on some plane, as we've noted in other contexts as well, it is of critical importance in our tradition to be together with others in prayer. Is het ook zo dat het in onze traditie van cruciaal belang is om samen met elkaar in gebed te gaan? That is, there are aspects of prayer that we cannot pray if we're only by ourselves.
zijn bepaalde aspecten in ons gebed die we niet kunnen bidden als we individueel bidden. And this is perhaps most aptly expressed with respect to the act of sanctifying God's name. Is dat bijvoorbeeld, komt dat naar voren bij het proces van het heiligen van Gods naam? That is, the act of sanctifying God's name is specifically take place in the assembly amid the nation of Israel, not when we are merely by ourselves. Is het zo dat het heiligen van Gods naam plaatsvindt te midden van het volk, dus niet op individueel niveau? And while this is indeed an imperative, we still, even as we sit together with others, feel ourselves alone with God. En hoewel het van belang is dat we samenkomen met elkaar, is het ook zo dat we dan ons alleen voelen voor God en overstaan van God. And whenever we address God in prayer, it's always directly, second person, personally, you. Blessed are you, God. A direct one-on-one for each of us. Is het dan altijd dat we in de tweede persoon, ja, in de U-vorm altijd spreken? Altijd rechtstreeks naar God toegericht? There is inevitably one additional dimension that I feel compelled to emphasize with respect to the separation of men and women that in the synagogue is such an ancient and venerable tradition. Is ten aanzien van deze vraag wil ik nog even één ding benadrukken. Ten aanzien van de synagogen waar mannen en vrouwen apart zitten. And this is maybe an ironic thing to note, but I think it's an important thing to note. Misschien een ironisch iets om te delen, maar ik vind het wel van belang dat jullie het weten. And that is, the synagogue is not the center of Judaism. Dat de synagoge niet het centrum is van het Jodendom. Now I realize that in Western society that sounds like a very strange thing to say. Ik begrijp dat in de westerse denken dat een hele aparte manier van redeneren is. And in particular, I fully appreciate how central the church is in Christianity. En vind ik het heel mooi hoe de kerk het centrum van het christendom is. But in as much as what is most central in Judaism is keeping the words of the Torah, the teachings that tell us how to live our lives. Maar ten aanzien van de vraag wat in het Jodendom het meest belangrijkste punt is, is het houden van Gods geboden en Gods Torah. Inevitably, the center of the practice of Judaism, of living Judaism, is the central point of our lives, our homes. Is het ook zo dat het centrale punt is, als het ware, van het Jodendom? Dat is dan het thuis zijn. And with respect to the home, it is specifically the domain of the woman that is preeminent. En is het zo dat voor wat betreft het thuis, het in huis als het ware zijn, is dat eigenlijk het gebied van de vrouw? And maybe this is most aptly expressed in another verse in Psalms, in Psalm 45. Verse 14. Wordt er in Psalm 45, vers 14, hier iets over gezegd? The king's daughter, referring to women in general, is all glorious within. De koningsdochter is oogverblindend gekleed. This isn't intended to be some kind of chauvinistic slight. None of the words of the Bible are. Als het iets chauvinistisch had moeten zijn, dat is dus niet zoals in de Bijbel staat. But it is, from our perspective, the realization that men and women have different roles to play, and each one is given the best means for achieving his and her destinies in serving God. Is het zo dat
mannen en vrouwen verschillende rollen hebben. En dat God ze begenadigt met verschillende middelen om dat doel te bereiken. And so men and women are separate, but equal in their own domains, in attaining what we all strive to attain, which is coming closer to God. Is het zo dat mannen en vrouwen gescheiden zijn op dat gebied, maar eens zijn in het navolgen van God? Okay, now this is what we wanted to say with respect to the first question here that pertains to sitting in traditional synagogue. Dit is dus even ten aanzien van de eerste vraag die we hebben gesteld over de scheiding in de traditionele synagoge wat betreft mannen en vrouwen. The next question, why do men and women not even shake hands with one another? Is de vraag waarom mannen en vrouwen niet eens handen met elkaar schudden? And I do see there as being a connection between these questions. Er zit zeker wel een samenhang in beide vragen. We are familiar with religions in which the separation between men and women tends to always be to the denigration of women. Is het zo dat als we kijken naar de verschillende religies die er zijn, dat op een bepaald vlak altijd iets neerbuigend wordt gedaan ten aanzien van de rol van de vrouw? And in this instance, in maintaining a separation between men and women, I think if anything, the underlying message is maybe to a degree the denigration of men. Is ten aanzien van de rol van de vrouw, als die zo denigrerend is, zegt dat ook iets over de denigrering van de rol van de man? Meaning that any kind of blurring of the separation between two people who are not bonded together in a family, in marriage, any such coming together is liable to blur other things as well. Is dat ten aanzien van de mogelijkheid dat mannen en vrouwen, als het ware, als ze dus niet familie gerelateerd zijn, samenkomen, dat dat ook tot allerlei problemen kan leiden? Maybe an example from admittedly far afield would be helpful in illustrating what I'm talking about before we specifically discuss this issue itself. Misschien is het goed om hier eerst even een voorbeeld te benadrukken, voordat we verder gaan, om dit even uit te leggen. In Numbers chapter 6, we read of the Nazarite, the laws that pertain to the Nazarite, who, among other things, is forsworn from drinking any wine. Is het zo dat ten aanzien van de Nazareërs de rol is gezegd dat men dus geen wijn mag drinken? Dat staat in nummer 6. So we can understand very well why the prohibition on drinking wine, considering that wine tends to lead to intoxication and to becoming compromised as a human being in many different ways. Is dat ten aanzien van het verbod om wijn te drinken? Wijn vaak staat voor een bepaalde dronkenschap, losbandigheid en compromissen sluiten. But when we read what is included in the prohibitions on the Nazarite in verses 3 and 4, it seems rather startling how much becomes included in what is prohibited to the Nazarite. Is dat als we kijken naar de verboden die het Nazireërschap met zich meebrengt, als je dan kijkt op vers 3 en vers 4, wat daarover wordt gezegd. He shall abstain from wine and strong drink, and shall drink no vinegar of wine. Vinegar is not intoxicating, or vinegar of strong drink, nor shall he drink any liquor of grapes, nor eat moist grapes or dry. All the days of his abstinence shall he eat nothing that is made of the vine, from the kernels even to the husk. I think we could all agree that eating grape pits isn't going to get him into trouble, is it?
Is het zo dat in vers 3 4 staat dat mag hij gedurende zijn speciale wijding aan de Here geen sterke drank of wijn drinken. Zelfs jonge wijn, druivensap, druiven en rozijnen zijn verboden voor hem. Hij mag niets eten dat afkomstig is van de wijndrank, zelfs de pitten en de velletjes niet. Nou, op zich, die velletjes en die rozijnen, die zijn niet direct schadelijk voor hem, maar toch. So, if we aren't concerned with becoming drunk on grape pits or on vinegar, why in the world is that prohibited to the Nazarite? Dus als we helemaal niet bang hoeven te zijn om dronken te worden van bijvoorbeeld rozijnen of druiven op zich, waarom is er dan toch dat verbod voor wat betreft de Nazireeën? And on some intuitive plane, I think the answer is obvious to all of us. En voor wat betreft dit punt is het enigszins ook wel duidelijk. If you have something that's very, very precious to you, first thing you do is you make a fence around it. Als er iets is wat je heel dierbaar is, is het eerste wat je doet dat je het wil beschermen, een hek ervoor plaatst. So in the case of the Nazarite, the commandment of God to prevent the Nazarite from becoming intoxicated are very precious. Ten aanzien van het Nazireërschap, wat God heel dierbaar vindt, voor wat betreft het wijn, het drink van wijn en druiven. So precious that the Torah, God's word, establishes a fence to prevent us from violating that core of preventing the Nazarite from being intoxicated. Is dat de Torah zelf regels geeft, eigenlijk een bescherming geeft voor het Nazireeërschap om dronken te raken. If you never get near wine, you'll never be able to drink wine and get drunk. Als je nooit nabij een wijngaard komt, heb je ook niet het gevaar dat je dronken kan worden. But I would see it not merely as let's avoid someone getting near the prohibition and overstepping the bounds, but rather to really drive home a sense of how precious God's words are to us. Is dat het niet zo is dat we zeggen van oh, we moeten die mensen zo ver mogelijk weghouden van een van de wijnranken, zeg maar. Maar juist dat het ze zo speciaal zijn. Dat deze bescherming er is. That's my illustration of the point. But now let's get to the point. Het is een illustratie van het punt wat ik wilde maken, maar nu naar het punt zelf. In Leviticus chapter 18, we read a long listing of forbidden sexual relationships. Zien we in Leviticus een aantal lijsten van verboden van seksuele omgang. And once again, we should stress that what these forbidden sexual relationships signify is the sanctification of our lives. Is dat wat de regels omtrent de seksuele omgang benadrukt, is de het bijzonder zijn van onze levens, heilig van onze levens. While not all of the relationships that are forbidden in Leviticus chapter 18 are binding on all of the world, there are among them forbidden relationships that are only forbidden to Israel. We've noted that among the 7 Noahide laws that are binding on all of the world, there are forbidden sexual relationships. Is er zo dat wat betreft bepaalde seksuele omgangen dat niet geldt voor de wereld, wel voor het Jodendom? Maar voor wat betreft de Noachitische wetten, dat daar ook melding wordt gemaakt van bepaalde seksuele omgangen die voor iedereen gelden. And as we've discussed on other occasions, this emphasis on forbidden sexual relationships is an emphasis on our not being animals. That sexuality is something that could be seen as common to both humans and animals. But by our refraining from behaving like animals, we express the sanctity of our lives as human beings. Is het zo dat deze regels omtrent seksuele omgang worden gegeven om ons juist te scheiden van de dieren? Datgene wat mensen en dieren overeen hebben, als het ware, namelijk seksuele omgang, is dat door deze regels te stellen,
dat bij ons leven heiligen, dat er heiligheid van ons leven wordt gedaan door het afhouden van deze omgang. Now with this background, getting to the crux of the point, if we look in Leviticus chapter 18, verse 19. Dus we kijken dan in dit licht naar Leviticus 18, vers 19. Now, I don't know how precisely the translation is going to be, but I'm going to be very rigorous in my rendering the original Hebrew here. Weet ik niet hoe de vertaling zal zijn. Ik ben ook heel benieuwd. Dat denk ik op het boek, maar hij houdt zich graag aan de Hebreeuwse tekst hier. And to woman in the defilement of her menstrual flow, you shall not approach to uncover her nakedness. Er staat er in het boek, u mag geen geslachtsgemeenschap hebben met een vrouw die ongesteld is. In het Hebreeuws staat er dus nog streng dat die dus geen toenadering mag zoeken. And the emphasis that is apropos of our discussion, and that is, in a way, like what we saw in Numbers chapter 6, verses 3 and 4 regarding the Nazarite, is you shall not approach. Is dat ook voor wat God met betrekking tot het Nazireërschap en de wijn hier het zo is, dat ook hier wordt gezegd, je zult geen toenadering zoeken. If God would have intended you shall not uncover her nakedness, he would have said so. Als God had gezegd, van je mag haar naaktheid niet blootstellen, dan had hij dat wel gezegd. You shall not approach means something more than that. Je zal geen toenadering zoeken, betekent iets anders. It means that given the sanctity of life that may be compromised by an inappropriate closeness of the sexes, given the preciousness of that, God imposes a prohibition on approaching as well. Is het zo dat, wat ik goed begrijp, het zo is dat als we toenadering zoeken tot een vrouw, er voorkomen moet worden dat we een onjuiste benadering als het ware zoeken, maar ook een toenadering zoeken. It's a little hard to translate, but... Okay. Now, to be very precise here, getting back to the question of shaking hands. Dus even terug te komen op de vraag met betrekking tot het handen schudden. You could very well say, but that's not even approaching. That's just a social courtesy. Dan zou je toch kunnen zeggen van ja, maar dat is toch geen toenadering zoeken, dat is gewoon een sociaal gebeuren. And on the one hand, you're right. It's just a social courtesy. En aan de ene kant, ja, inderdaad, het is gewoon een sociaal gelegenheid als het ware om elkaar de handen te schudden. And to be perfectly precise with you, if you ask me, is shaking hands a violation of this verse in the Torah? My response would be no. It's not. Als je mij zou vragen, is het schudden van handen met een vrouw nou een overtreding van datgene wat hier in de Leviticus 18 staat, dan zou ik zeggen nee. Nee, dat is het niet. It's only a violation of this verse, of God's word, if it's something that expresses affection and could lead to compromising one's morality. Is het alleen zo dat er sprake zou kunnen zijn van schending als er een bepaalde affectie mee gepaard zou gaan? Waardoor je dus, op de grens zit als het ware van dit van deze omgang. And of course, on some plane, as I noted at the outset, this may be indeed something of a put down of men, in that men may be more readily drawn into something like this than women, which is why the prohibition is expressed specifically for the man as opposed to the woman. Is het zo dat, zoals ik in het begin al had gezegd, deze een regel specifiek naar mannen richt, omdat mannen zich daar misschien makkelijker mee inlaten, dat het dus daarom speciaal naar de mannen is gericht, naar de vrouwen. But getting back to the question, that being the case, so why do traditional Jews refrain even from the shaking of hands between the sexes?
is om terug te komen op de vraag waarom mannen en vrouwen dus niet eens handen schudden met elkaar. This, inevitably, is an expression not of what we see as the laws of God in the Torah itself, but an extension. Maar is het niet zozeer het gebod als het ware dat God heeft neergelegd hier, maar datgene wat eruit voortvloeit? And when I say extension, I mean fence. En wat eruit voortvloeit is dus dat hekbouw, die bescherming geven. Meaning that, again, what God said in Leviticus chapter 18, verse 19, was God's establishing a fence. Is dat wat God hier doet in Leviticus 18, vers 19, is dat hij bescherming biedt en een hek bouwt, als het ware. Just as what God establishes in Numbers chapter 6, verses 3 and 4, is a fence. Net zoals wat God doet bij Numeri 6, vers 3 en 4, namelijk ook daar weer bescherming geven. And this is a common feature of Jewish practice. We follow God's lead. Is dit een praktische uitwerking van hoe het in het Jodendom dan vertaald wordt? Namelijk dat we God volgen doen. God established fences. We established fences as well. God heeft hekwerken geplaatst, bescherming gegeven, en dat moeten wij dus ook doen. This is a fence that was established in our tradition in order to avoid coming close to something that is so precious, namely God's word. Is het dat er gekozen is in de traditie om het op deze manier op te lossen, omdat men datgene wat koestert, dat is namelijk Gods woord. So, on this plane, when you ask why do men and women not even shake hands with one another? The answer, on the one hand, goes back to the Bible, goes back to Leviticus. On the other hand, we have to recognize there's an additional layer here as well. Is het zo dus dat, als men betrekking tot de vraag, hè, van waarom mannen en vrouwen niet eens handen schudden, het zo is dat uit dus Gods woord voorkomt, maar ook een uitvloeisel is daarvan. Because inevitably we strive not only to obey the words of God in the Torah, but also to be inspired by them. Is niet alleen zo dat we dus gehoorzaam willen zijn aan de Torah, maar ook de principes daaruit willen halen. Okay, that's what we wanted to say with respect to this second question, but there's a third here as well. Dat is wat we wilden zeggen, dat betekent toch de tweede vraag. En we gaan nu naar een derde vraag die er ook staat. Also, why do religious women cover their hair with a hat or a headscarf or a wig after they are married? Staat er ook. En ook waarom bedekken Joodse vrouwen hun haar met een hoed, hoofddoek of pruik als ze getrouwd zijn? In seeking a basis for this in the Bible, specifically in the words of the Torah, there is inevitably one verse coming from a rather strange context that does come to mind. Dus als we nou met betrekking tot deze vraag kijken, dan is er in de Torah wel een tekst, misschien niet heel direct logisch, maar die hier ook ingaat. Now the context isn't exactly pleasant. The context is Numbers chapter 5. De context is niet heel prettig, het gaat namelijk om Numeri hoofdstuk 5. This is the law that pertains to the woman who is suspected of infidelity, of an adulterous affair. Gaat dit met betrekking tot de vrouw die overspel zou hebben gepleegd? The point here being, in verse 18. Het punt wat we hier willen benadrukken staat in vers 18. When this woman is brought to the temple by the suspecting husband to go through the procedure of establishing, really miraculously, whether she is faithful or faithless. Is
is het met betrekking tot de man die dan vast was stellen op best een bijzondere wijze eigenlijk of de vrouw trouw is geweest of ontrouw is geweest. We read, the priest shall set the woman before God and loosen and undo the hair of her head. Staat, de priester zal haar voor de Heere brengen, en in vers 18, hij zal haar haren losmaken en haar het spijsoffer van de jaloersheid in handen geven. The Hebrew ufara means something that is bound, held together, and now is going to be unbound. Staat eigenlijk het woord ufara, wat betekent dat iets wat gebonden als het ware was, los wordt getrokken. Now, of course, this is not expressed as an imperative that her hair is to be bound beforehand. It is rather assumed. Is het zo dat hier staat dat we hier niet uit op kunnen maken dat haar haren dus vast moeten zitten, maar dat er dus vanuit wordt gegaan dat haar haren vast aan elkaar zitten? Married women in Israel kept their hair bound. Getrouwde vrouwen in Israël houden haar gebonden. Indeed, it was considered an act of disgrace for a woman's hair to become unbound, as happens to the suspected adulteress. Is het zo dat het eigenlijk niet gepast is om je haar los te dragen? Dat dus zou wijzen op de overspelige vrouw. So of course, in the text of the Bible, this is the implication, this is the source. But now, again, we ask, what does it mean? What are we supposed to learn from this? Dus is het zo dat dit het punt is waar in welke context het gelezen wordt? Maar is nu ook de vraag van waarom nu zo? And maybe the key here is to our appreciating what the symbolism of the hair is. Misschien is het goed om hier te benadrukken wat de symboliek van het haar is. In the following chapter, Numbers chapter 6, we already saw Numbers chapter 6, the story of the Nazarite. Zien we in nummer 3 hoofdstuk 6, daar hadden we net al uit gelezen, het verhaal over de regels met betrekking tot het Nazireërschap. The Nazarite for the period of being a Nazarite does not cut his hair at all. Is het zo dat voor betreft de periode dat hij als Nazireër diende, zijn haar niet gekapt of geknipt mocht worden? And at the end of the period, all of the hair is cut off and placed upon the holy altar in the holy temple. Is het zo dat na die periode het haar helemaal wordt afgeknipt en op het heilige altaar van de tempel wordt geplaatst? Maybe the symbolism is the hair growing from the head signifies what we produce through our minds, through our heads, through what we most essentially truly are, because our identities, after all, are here. And the hair signifies what is truly produced by who we really are. Is het zo dat het haar eigenlijk een symboliek is voor datgene wat we zijn, wat uit ons voortkomt? Dus eigenlijk is het haar iets wat wij zelf als het ware hebben, omdat we zelf het verstand als het ware zijn, datgene wat uit ons voortkomt. At the traditional Jewish wedding ceremony, the bride is veiled by the bridegroom. In de traditionele trouwdiensten is het zo dat de sluier, als het ware, door de bruidegom op wordt gedaan. That is, from the consecration of the bond of marriage and on, the hair is covered. It is sacred to that bond of marriage. Is het zo dat met betrekking tot de huwelijksband het haar dus bedekt wordt? Dat is in te maken met die huwelijksband. Recall the verse we mentioned earlier from Psalm 45, verse 14.
the glory of the king's daughter is inward. Is dat voor wat betreft datgene wat we eerder lazen, Psalm 45, daar staat dat de koningsdochter, de glorie van de koningsdochter, naar binnen gericht is. I don't hear anything. Ben ik, am I still here? Oh, okay, now I hear you again. Okay. And so, in that vein as well, the glory is inward, and part of the consecration of that bond of marriage is expressed in this manner as well. Is dat voor wat geldt voor de koningsdochter, dat de glorie naar binnen is gericht, wat ook geldt voor betreft het huwelijk? An act of sanctification, specifically, especially because it is the home, that is the sacred domain, in which the woman ranks supreme. Een daad van heiliging, omdat het thuis het voornaamste domein is van de vrouw. Well, do these questions exhaust the subject of women in Judaism? No, they don't. But at the very least, I hope they serve as a good beginning. Ik hoop niet dat door middel van deze vragen nu het hele alles behandeld is. Dat zal waarschijnlijk niet zo zijn, maar dat we wel een mooie start hiervoor hebben kunnen maken. Okay, so that note, we'll pause here and then continue. Dus we gaan nu eerst pauzeren en gaan we een andere keer verder.